gaan doorpraten over datakwaliteit. En dat doen we met drie mensen, met Sunil Tjuni zelf natuurlijk. En er zullen wat vragen, kwamen er al binnen in de chat, dus die zullen we zo hier op tafel ook bespreken. Dat doen we ook met Mark Vermeer op afstand, die inmiddels al naast / achter mij is binnengewandeld. Hij is directeur innovatie, informatie, facilitair en onderzoek bij de gemeente Rotterdam. En daarvoor volgens mij officieel niet meer, hè Mark, Chief Information Officer. Nee, die rol die benoemen wij niet meer zo, maar als je me zo noemt, luister ik toch hoor. Ja, ja. Goed dat je erbij bent. We gaan het zo hebben over het belang van datakwaliteit voor beleidsmakers en in het bijzonder hier natuurlijk de gemeente Rotterdam. En we hebben het over datakwaliteit met Maolin Liao. Hij is expert op het gebied van digitale mensen, als ik het zo mag noemen. Oprichter, CEO van Replica, de Character Company, gespecialiseerd in het maken van mensen die niet bestaan, eigenlijk. Hè? Even, want daar gaan we het over hebben zo meteen. En ook het belang van datakwaliteit, hoe jullie met data omgaan. Je gaat straks ook nog een presentatie houden. Maar even kort over jullie bedrijf. Op allerlei verschillende fronten actief. Van goede doelenorganisaties tot mode, technologie. Wat doen jullie nou precies? Nou, eigenlijk komen wij eigenlijk uit de film- en de game-industrie. En we merken dat er eigenlijk veel vraag is naar digitale mensen. En daar denk ik meer aan avatars. En er zijn zoveel toepassingen die wij nog niet aan zijn begonnen, omdat de digitale mens die we nu zien totaal nog niet op kwaliteit is. Door gebrek aan data en ook door fideliteit zijn we er nog lang niet. En daarom zie je ook heel weinig toepassing in andere vakgebieden. Maar daar gaan wij dus de komende tijd aan veranderen. Dus we werken aan mode, tech en film. Ja, want jullie hebben bijvoorbeeld een volledig virtuele modeshow gemaakt, hè? Mm-hmm. Voor, het merk was ook weer? Balmain. Ja, ja. Modellen die niet bestaan, alles virtueel. Ja. Jullie hebben opzien gebaard met, ik geloof dat die Sweetie heet. Sweetie, hè? Ja. Een jongetje was dat, geloof ik, een niet bestaand jongetje. Een meisje. Meisje, excuses. Ja. Mm-hmm. Die stond voor internationale digitale... En dat was een soort van lokmeisje die bedoeld was om eigenlijk aandacht te trekken voor het probleem rond de hele internet, waar heel veel pedofielen eigenlijk met hele jonge meisjes chat. En we hebben dus een soort virtueel lokmeisje gecreëerd. Ja. En dat werd gebruikt door Interpol om dit soort problemen aan te kaarten. Ja. Jij zegt het staat nog in de kinderschoenen. Mm-hmm. Wat is op dit moment het meest geslaagde, succesvolle virtuele mens dat wij en de mensen thuis zouden kunnen kennen? Ik denk qua films zie je steeds weer veel toepassing. Dat vind ik, daar hebben ze iets meer tijd om aan de uiterlijk te werken. Maar qua, als je kijkt naar chatbots bijvoorbeeld, een systeem waarmee je met een robot kan praten, ja, daar zijn we nog lang niet. Nee. Daar zijn zoveel data nodig. Nee, ik word altijd woest geïrriteerd als ik op de een of andere manier met een chatbot te maken krijg. Ik wil altijd gewoon bellen. Ziggo, ik wil je bellen. Ja. Precies, dan word je heel erg kwaad. Ja. Ja. Goed, we gaan het zo meteen hebben over datakwaliteit. Sunil, ook natuurlijk met jou. Eerst even naar Mark Vermeer op afstand. Goed dat je erbij bent. Als we het hebben over datakwaliteit, hoe belangrijk is ik ga me even zo tot jou richten. Dus ik ben jou op meerdere schermen aan het volgen. Hoe belangrijk is datakwaliteit voor de gemeente Rotterdam? En welke rol speelt het toezien op die datakwaliteit voor het beleid wat daar mogelijk ook weer uit volgt? Ja, want het allergrootste belang zou ik zeggen. Voor de overheid als geheel is het onderwerp datakwaliteit de laatste 15 jaar of zo echt een hot topic geweest. Op een gegeven moment is het natuurlijk geconstateerd dat de kwaliteit van de bestanden waar wij ons op baseren, noem bijvoorbeeld de basisregistratie personen, dat die achteruit ging. En dat is een serieus probleem, want basisregistratie personen is eigenlijk de basis voor alles wat je doet richting inwoners. En toen is besloten om een landelijk stelsel in te richten van basis- en kernregistraties. Waarbij allerlei overheidsorganisaties afspraken met elkaar hebben gemaakt om te proberen die basiskwaliteit omhoog te krijgen en dat ze ook op niveau te houden. En dat gaat dan, zoals ik al zei, over personen, maar ook over objecten, dus vastgoed, de ondergrond, kaartlagen, et cetera.
Ja, is het iets waar jij van vindt dat, jij zit er vanuit meerdere rollen heel erg in, hè? In data, onderzoek en ook het bewaken van die kwaliteit. En is dat iets waarvan je vindt dat er voldoende aandacht is binnen die gemeentelijke overheid, maar ook de Rijksoverheid misschien? Ik vind wel dat daar behoorlijk wat aandacht voor is. Ik vind wel dat de scope waarbinnen daar aandacht voor is, kan verbeteren. Zoals ik al zei, de nadruk ligt nu heel erg op iets van 10, 12 datasets die in dat stelsel zijn opgenomen, waarvan is gezegd, oké, dat is de absolute basis. Maar eigenlijk alle data eromheen en meer in het algemeen gesproken alle informatie daaromheen, daar is wel minder aandacht voor. Gelukkig is dat nu ook wel onderkend. En is er meer aandacht voor de kwaliteit van informatiebeheer in zijn algemeenheid. En dat heeft ook te maken met de toenemende roep om transparantie. Het voorbeeld wat Suno al noemde, de toeslagenaffaire, heeft daar ook zeker als een katalysator bij gewerkt. Ja, dat was gisteren hier aan tafel het gesprek met onder andere Mirjam Rasch en Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid. Ook een beetje de tendens, hè, van de term dataïsme lag toen op tafel. We vinden het met z'n allen heel belangrijk om zoveel mogelijk data te gebruiken. Ook in de totstandkoming van beleid, ook in het opsporen van misstanden, in het bewaken van de begroting. Tegelijkertijd was de kritiek hier aan tafel van er is misschien wel iets te veel over overtuiging dat data en het gebruik van data ons helpt en redt in bijna alles wat we doen. En daarbij de constatering, zijn dit soort schandalen inderdaad, zoals de toeslagenaffaire, die ons met elkaar weer eventjes scherp krijgen. Dat signaleer jij ook wel een beetje, zeg je? Nou, Ik vind dat niet helemaal recht doen aan de manier waarop we als overheid, op laag niveau tot de gemeente Rotterdam beperken, omgaan met data. Want de issues die Suno noemde, die wegen wij wel degelijk mee. En het is ook nooit zo dat wij beslissingen alleen op data baseren. Er zit altijd ook nog een menselijke afweging bij die dan die domeinkennis waar Suno het over had ook meeweegt. Ja, dat verwijt van dat bijna religieuze geloof, die overtuiging dat je veel met data moet en kan en dat je een soort oplossing is voor alles, dat herken jij niet zo vanuit jouw dagelijkse praktijk? Nou, wel dat je wel degelijk heel veel met data kan, daar in die zin ben ik wel religieus toegewijd in jouw analogie. Maar een oplossing voor alles is het natuurlijk niet. En het gaat juist om de combinatie tussen enerzijds de systeemwerkelijkheid, om in Suno's en termen te blijven, en anderzijds die menselijke domeinkennis. En je moet wel in je proces ervoor zorgen dat beide aanwezig zijn. Maar voor mijn gevoel beseffen we ons dat heel goed. Ja, dank. We gaan zo ook nog doorpraten met jou, Suneel. Hier komt een beetje die systeemwereld versus die leefwereld. Hè. De Rotterdamse Rekenkamer heeft laatst in een overkoepelend rapport gezegd dat nog alles uit de pas loopt en dat er te veel nadruk ligt op die systeemwereld. Gisteren hoorden we dat hier ook een beetje, hè. Dat dataïsme, waarvan Mark zegt, nou, dat ik zie dat wel meevallen eigenlijk binnen de gemeente Rotterdam. En wat is jouw indruk van in brede zin als het gaat om de publieke zaak, om landelijke overheden, ministerie van Veiligheid en Justitie bijvoorbeeld. Is onze data een beetje in goede handen? Ja, ik denk dat de data wel in goede handen is. Kijk, het is alleen maar een. Het is niet zo zwart-wit. Hè. Het is dat je kunt zeggen van, luister, je kunt alles met die data of je kunt niets met die data. Kijk, en ik denk dat een. Ik ben het wel met Mark eens, en dat is ook in onze werkelijkheid het geval, dat je zegt van, luister, je kunt een heleboel met die data, die doen wij, die data die gebruiken wij, maar aan de andere kant zal je dat moeten gaan duiden.
En die duiden, daar komt die mens toch weer om de hoek kijken. Ja. Van, hè, die heeft wat meer ervaring, die weet hoe dingen werken. Dus ja, je gebruikt het, je verwerkt die data. En het is belangrijk dat je die uitkomsten goed kunt duiden. En die duiden, om dat adequaat te kunnen duiden, zal je inzicht moeten hebben. Een beetje van hoe die resultaten tot stand zijn gekomen. Ja. Wat de kwaliteit van de data is en dat soort dingen. Dus ik denk dat wij als overheden wel bewust hiervan zijn. En wij doen er ook een onderzoek naar. Ik bedoel, wij hebben een hele groot project ook binnen de Hogeschool Rotterdam lopen. Wat wij noemen zogenaamde glassbox approach. Vroeger was het inderdaad veel met de blackbox approach. Je stopt wat in die systemen en er komt wat uit. En we gaan ermee aan de slag. En dat is het. En dat wordt vervolgens gewoon bij wijze van spreken 1-op-1 geïmplementeerd in de samenleving. Of wordt er beleid op gebaseerd. Nou, daar zien wij dat niet gaat werken met complexe situaties. Mm-hmm. Dus daar stappen wij vanaf. En wij zeggen van oké, we moeten naar een meer glassbox-achtig approach. Je hoeft het als leek het allemaal niet heel goed te begrijpen. Maar je moet wel kunnen volgen wat er gebeurt. Het moet wel een beetje transparant zijn. Ja. En dat helpt bij het duiden van die data. En wat wij binnen de glassbox approach in de Hogeschool Rotterdam, maar ook bij het WODC zien, van oké, wat heb je nodig? Welke elementen van het systeem moet je begrijpen om die resultaten adequaat te kunnen duiden? Ja, en ik wil eventjes ook naar de vraag van wie gaat er nou eigenlijk over? En er kwam één vraag binnen van Rivi Godfried. En die was aan jou gericht, Sunu. Wat is uw visie op de recente belastingaffaire waarbij de data de schuld kregen van de foutieve selectie van ouders met een migratieachtergrond als fraudeurs? Dat is trouwens de toeslagaffaire ging, maar voor een heel klein deel is dat in het publieke debat is dit aspect uitgelicht. Maar die data die de schuld kregen, en daarmee ook eigenlijk niemand die de verantwoordelijkheid nam. Is dat een veel voorkomend probleem bij de thematiek waarmee te maken? Ja, kijk, bij die toeslagenaffaire speelt een aantal dingen zijn rol. Hè. Het is niet alleen die data. Kijk, ik zal maar twee elementen uitlichten bij die toeslagenaffaire. Kijk, de ene element is bij die toeslagenaffaire dat je ziet hoe wij nog steeds met IT omgaan als overheid. Hè? Mm-hmm. Hoe gaan wij om met je zegt IT? Wij, hè, trouwens. Jij bent de overheid ook hier. Zeker. Ook wij gaan er zo mee om. Er zijn twee elementen. Eén is dat wij zeggen van oké, er zijn nieuwe ontwikkelingen. We plaatsen een aantal medewerkers in een kamer, bij wijze van spreken. Hè? En die gaan ermee aan de slag. En dan komt er leuke dingen uit. En vervolgens ziet het management, aardig. Dat moeten we dan in de praktijk. Nee, dat zijn hele goede resultaten. Laten we dat in de praktijk implementeren. Nou, daarbij zie je dat het eigenlijk prototypes zijn. Hè? Onderzoekers of ontwikkelaars die bedenken iets. Het zijn prototypes. En zo'n prototype wordt direct in de praktijk ingezet. Dat is niet de bedoeling. Want vanuit een prototype naar een systeem die uitgerold moet worden, dan moet je vele stappen nemen. Mm-hmm. En dat kost wat. En het is voor de bestuurder heel makkelijk om te zeggen, dat doen we heel goedkoop, we zetten die prototype gewoon in. Terwijl in de praktijk van prototypes naar een real life systeem moet je heel veel stappen nemen. Je moet dat uitrollen, je moet dat valideren enzovoort. Ja, uit kostenoverweging zie je dat die stappen vaak overgeslagen worden en zo'n systeem een goed idee wordt heel snel. Maar hiermee ga je vooralsnog in ieder geval voorbij aan die verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van het probleem voor die datakwaliteit. Wie gaat daar nou over? Ja, daar kom ik zo op terug. Dus dat is één, die prototype die wordt één. En twee, wat je ziet, omdat die eigenaarschap niet goed geregeld is, zie je binnen die wereld van die data soort van function creep ontstaan. Dus dat je zegt van, die data is verzameld om bepaalde taken te vervullen. Maar wij zien in elk geval dat wij er leuke dingen mee kunnen doen. Dus we gaan die data ook voor allerlei andere doeleinden gebruiken. Zonder goed na te denken van of dat die daarvoor geschikt is. En wie moet die toestemming geven? Ja, die toestemming wordt niet echt gegeven. Dat wordt function trip. Dat gaat heel geleidelijk aan. Hè? Dat we het verzamelen voor het ene doel. Mm-hmm. En we zien, het is succesvol voor een ander doel. Oh, nog voor een ander. En dan zie je zo langzamerhand dat die data voor allerlei andere doeleinden gebruikt wordt. Totdat er iets misgaat. Ja, Mark, is dat iets wat jij herkent? Nou, in ieder geval dat punt van van dat eigenaarschap van data, dat herken ik zeker. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is nou typisch zo'n voorbeeld van wat ik net zei, namelijk in het stelsel van basis- en kernregistraties. Dus
voor die, dat aantal benoemde registraties, is dat inmiddels geregeld en is er ook vastgelegd wat eigenlijk de plichten van een eigenaar zijn, om maar zo te zeggen, de taken. Maar de overheid heeft veel meer datasets dan alleen die basis- en kernregistraties. En daar zien wij ook dat dat vaak matig geregeld is. En dan krijg je inderdaad het soort problemen als Sunil schetst. Ja, maar hoe luister jij naar, want voor een deel hebben jullie wat gemeen, hè, denk ik, Sunil, Mark en ja. Jij. Tegelijkertijd doen jullie iets heel anders. Hoe luister je naar deze discussie? Ja, wij gaan natuurlijk heel veel om met data. En wat Sunil net zei, van het hele traject doorlopen, hebben wij in principe ook met het ontwikkelen van zo'n virtual human. We denken natuurlijk aan de buitenkant nu, dat is een mooi plaatje. Maar ja, als je bijvoorbeeld een interactief mens wil maken, dan denk je natuurlijk aan de brain. Hoe ga je om met gebaren, weet je, non-verbale communicatie, is ook heel belangrijk. Maar ook wat we nu heel vaak zien met chatbot tegenwoordig, hebben ze heel vaak een korttermijn geheugen. Ze kunnen alleen maar een soort van adviserende rol spelen, maar niet bijvoorbeeld zeggen van, weet je nog het gesprek die ik vorige week met jou had? Weet je nog, dit hebben we gezegd? Dat kunnen ze niet onthouden. Ja. Want wat is bij jullie de input als het gaat om de kwaliteit van data? Nou, visueel is, daar hebben wij praat over het vervaardigen van zo'n virtual mens. Dan gebruiken wij een 3D-scanner. Dat gaat om echt gigabytes om data's, om die kwaliteit te behouden, te capturen. Maar als je praat over conversatie, ja, dan praat je echt over machine learning en training data. Dat is het instrument eigenlijk. Precies. Wat je gebruikt, machine learning training. Maar waar komt het vandaan? Waar voed jij je op? Bijvoorbeeld, een voorbeeld. Er wordt veel gesproken en ik weet niet of jullie dat ook doen, dus corrigeer me vooral. Mm-hmm. Maar ik ga rondkijken, bijvoorbeeld ik denk ik wil een nieuw pak. Kijk, zeg ik ga naar Suit Supply en daar kan een model specifiek voor mij op mijn behoeftes toegesneden worden. He, toch? Dat is iets waar jij je mee bezighoudt of zou kunnen houden. Ja, dat is iets. In fashion zijn we ook heel erg in verdiept. En dat wat je net zei is het virtual fitting systeem. Waarin je bijvoorbeeld met je eigen maatvoering een pak kan proberen. En daar zijn nog heel weinig standaardisatie voor. En om dat soort dingen te kunnen bereiken, zouden we bijvoorbeeld een database van mensen moeten hebben. Hun body moeten scannen. En dan praat ik niet alleen over een paar mensen in Nederland, dan praat ik over de hele wereld. Ja. Om een dataset te kunnen creëren die eigenlijk representatief is voor de hele wereld. Ja. Dat kost nog heel veel tijd en geld. Ja, ja en dus jij bent ook constant aan het zoeken, aan het minen naar wat zijn nou geschikte kwalitatieve bronnen voor mijn data eigenlijk? Ja, niet alle data is in principe geschikt en we zijn heel selectief daarin. Maar we willen eigenlijk zo divers mogelijk zijn. En niet dat we alleen met een dataset die alleen de Europeanen vertegenwoordigen. Ja. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Diversiteit. Maar toch, ik ben nog steeds benieuwd, want zo'n bodyscanner is een leuke, maar dat is er niet. Kun je een voorbeeld geven van een dataset waar jij je vingers bij aflikt die er al wel is? Waarbij je denkt, dat is echt... Ja, kijk, onze dataset heeft meerdere lagen. Iets waar ik echt heel erg... ik laat straks ook tijdens de presentatie hoe ver we gaan qua digitale mens. Want voor jou is een digitale mens in principe gewoon op deze niveau. En dat ziet er gewoon goed uit. Maar wij gaan echt op de poriën-niveau. En dan praat je bijna over kunstwerk. Waar je gewoon inzoomt op iemands poriën. Dat zijn data die niemand heeft gezien. Maar dat zijn dingen die wij wel heel erg omgeven. Ja. Ja, en datzelfde zou je kunnen zeggen. Je gaat ook naar de poriën van de persoonlijkheid op een gegeven moment streven. Ja, omdat, Dat is weer verbonden met de leeftijd van iemand. Je ouder wordt, verandert je huid een beetje. Zoals we allemaal weten. Dus dat speelt ook een heel belangrijke rol, die leeftijd. Ja. Sunil, vind je het een mooi verhaal of vind je het een beetje ook een eng of zorgwekkend verhaal waar Mau mee bezig is? Nou nee, ik vind het niet zorgwekkend. Ik denk dat dat een op zich... kijk, ontwikkelingen moet je nooit tegenhouden. Je moet ze wel een beetje met een verstand gaan en inbedden en implementeren. Kijk, ik vind het heel goed dat Mau daarmee bezig is. Alleen is het wel zo, maar dat zegt u ook, dat beseft u ook, van luister, je moet wel altijd goed in de gaten houden, van luister, je representeert altijd een afbeelding van die werkelijkheid. Dus, hè, dus het is een model van een persoon. En zolang je in de gaten houdt dat het een model van een persoon is, dan weet je dat je er af en toe wel naast kunt zitten. Mm-hmm. En als je ernaast zit, zorg dat je dan de procedure hebt om daarmee goed om te gaan. Ja. Wat frustrerend is, is op het moment dat jij weet dat het een model is en dat kan afwijken en dat je vol gaat houden. Nee, dat is zo. Terwijl jij al bij voorbaat weet
dat het een model is en dat je ernaast kan zitten. Ja. En dat is wat vaak misgaat. Kijk, vaak zie je de antwoorden die uit systemen komen, daar wordt altijd een soort van een percentage aan toegekend. Hè? Bijvoorbeeld profielen, hè, in 80% van de gevallen geldt dat en voor 90%. Ja. Wat je daaruit kunt afleiden, is dat het in 10% of 20% het niet geldt, dat het misgaat. Nou, zorg, want dat weet je op voorbaat, zorg dat je een heldere procedure hebt hoe je ermee omgaat als het misgaat. En probeer niet altijd je gelijk te halen, terwijl je weet dat je ernaast kunt zitten. Ja, ik wil even een aantal vragen uit de virtuele zaal erbij pakken. Hoe vertaalt de input, dus de datakwaliteit zich naar de betrouwbaarheid van die output? Dat is eigenlijk waar jij net al een beetje aan hint, hè, Sunil. En concreet wil Jan Kroon hier van jou dat jij iets zegt over het AstraZeneca-vaccin. Met een bescherming van 76%. Ja. Die zijn voor rekening van Jan Kroon, hè, die percentages. Ja, kijk, hoe je met die percentages omgaat. Kijk, daar heb ik een heel artikel over geschreven. Dus die zal ik Jan in elk geval mailen. Maar kijk, het punt is van die 76% is een statistische waarheid. Dus dat is een werkelijkheid, een waarheid die volgens de statistieken zo is. Dus dat is een statistische waarheid. Wat wij weten, dat wij een statistische waarheid nooit 1-op-1 op een individu kunnen toepassen. Dus dat moet je eigenlijk, ik zal er niet een heel erg, kan er niet heel erg. Het betekent niet dat het een kans van 3-op-4 mij goed werkt. Nee, wat het betekent is dat het een statistische waarheid over, als je over hele grote populaties kijkt, dat die wetmatigheid zou kunnen gelden. Maar die statistische waarheden, die willen mensen vertalen naar het individuniveau. Dat betekent niet dat het voor u 76% is. Nou, hoe moet je met dit soort waarheden dan omgaan op individueel niveau? Ja, dat zijn er verschillende manieren voor. Eén manier is om te zeggen van luister, ik gebruik het als een body of evidence. Het is één, maar het is kennis en die gebruik ik. Die ga ik combineren met allerlei andere kennis. En dan kan ik iets, een soort van assessment, voor mezelf krijgen. Dus dat is een beetje de manier. Maar je zijn statistische waarheden en je moet ze ook kunnen behandelen als statistische waarheden. Het is nooit de bedoeling van statistiek op het 1-op-1 toe te passen op een individu. Ja, het is een beetje die cijfers en die wetenschappelijke analyse natuurlijk staat de afgelopen jaren stevig onder druk in het publieke debat. Hè. Wetenschap is ook maar een mening, kwam op een gegeven moment zelfs op t-shirts te staan volgens mij. Maar als we het hebben over cijfers, was nu over datzelfde vaccin wat te doen met mogelijke bijwerkingen. Heel laag percentage, waar mogelijk sprake van zou zijn. In het publieke debat nemen die cijfers allemaal een vlucht. Hoe kijk jij daarnaar als statisticus? Ja, dat vind ik altijd wel jammer, want wat ik al zeg. Onze statistische geletterdheid eigenlijk. Ja, dat vind ik altijd wel jammer. Kijk, het hangt vanaf waar je de discussie over gaat voeren. Kijk, als je de discussie gaat voeren over die statistische werkelijkheid, dan is het van belang dat die cijfers een voorname plaats innemen, want daar gaat het om. Dus wat zeggen die cijfers en kunnen we die verbeteren? Dus in die statistische wereld is dat een gegeven waarmee je wat mee kunt. Maar vaak wordt dat vermengd, dat we zeggen we hebben die statistische werkelijkheid en het zijn soms kansen, soms zijn het geloven, plausibiliteitscijfers. Dus, maar men wil dat direct toepassen op het individuele niveau. En dat snap ik ook wel, alleen daarvoor zijn ze niet bedoeld. Dus ik zou pleiten voor om die discussies toch wel zuiver te houden en zeggen van waar hebben we het over. En dan snap ik ook wel, ik snap ook wel dat je de gemiddelde burger niet kunt lastigvallen met het feit van maar die 35% is in dit geval een frequentistische kans en in dit geval een subjectieve kans, dat snap ik wel. Mm-hmm. Maar ik denk dat we wel en daar doen wij ook allerlei onderzoek naar, van hoe kunnen we dit soort dingen over het voetlicht brengen ook voor de leken. Want nu zie je dat heel erg. Maar dat gaat dan nu om de leken. Hè? Gisteren was hier de constatering van Kees Verhoeven, die toch al een dikke 10 jaar in de Kamer zit.
poeh, het gaat niet alleen bij de leek, maar ook bij in de Tweede Kamer. Bewindspersonen, hoge ambtenaren hebben soms nog best wel eens wat moeite om zich op een juiste manier, zijn woorden, hè, te verhouden tot de omgang met data, de ethische afwegingen daarbij, het duiden van kwalitatieve data, niet kwalitatieve data. Is dat iets wat je herkent? Ja, ik denk dat wij inderdaad naartoe moeten, is van een wat voor tools, wat voor kennis is er nodig om met dit soort statistische werkelijkheden om te gaan. Ja. Want wat je ziet, en ik snap dat ook wel, we willen dat heel erg betrekken op de individu. Wat doet minister Grapperhaus het bij jou op het ministerie? Geef me eens een cijfer, Sunil. Ja, snapt hij er wat van? Hoe minister Grapperhaus dat doet, moet u zelf aan minister Grapperhaus vragen. Ja, het is ook vragen. Flauw. Het is ook flauw, ja, maar hoe zit, want mijn vraag is eigenlijk, de boven ons gestelden, hè, kunnen we een beetje op ze vertrouwen? Of moeten we ze een beetje, toch nog een beetje bijscholen als het gaat om data? Nou ja, kijk, het is niet alleen de ambtenaren. Ik denk dat wij gewoon in een hele andere tijdperk leven. En ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat wij moeten leren van hoe wij met die statistische werkelijkheid, dat we dat als tool, als middel kunnen gebruiken. En dat integreren met allerlei andere kennis. Om dat te kunnen duiden, om dat adequaat te duiden. En dat is nog lang niet zo simpel. En er zijn ook geen recepten voor. Ja, hier een vraag van Manon Mostert, die daarop aanhaakt. Inderdaad, die datakwaliteit is heel belangrijk. Die duiding van die data erkent zij ook hier heel belangrijk. Hoe zorg je nou dat er meer kennis komt van data, datakwaliteit en de duiding van data? Vooral bij vakgebieden die hier niet in zijn getraind en wel besturen, bijvoorbeeld, zoals politici. Maar zij noemt hier ook mensen die in de zorg werken. Nou ja, kijk, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij het verhaal blijven vertellen, ook al is het al bekend, van luister, als wij systemen hebben, dan komt er een uitkomst uit en die uitkomst die is niet zeker, die is onzeker. En dat die onzekerheid wordt aangeduid met een percentage. En dat die percentage in verschillende situaties verschillend kunnen betekenen. Dus dat het wel belangrijk is om te weten wat het is. En als je het weet wat het is, dan kun je dat beter duiden. Dus ik denk, om het voorbeeld te geven, dat je heel erg zegt van luister, wat eruit komt is een systeemwerkelijkheid, wat eruit komt is een statistische werkelijkheid, maar het is iets, het is kennis en die kennis moeten we combineren met allerlei andere kennis en dan kunnen we een soort van assessment maken. Hè. Het is niet zo van dat wij zeggen van oké, als het systeem aangeeft dat mannen met een bril in 70% van de gevallen crimineel gedrag vertonen en dan zie ik Mao daar zitten. Nou, de kans dat Mao, dat is 70%. Want wat betekent die 70% dan? Ja. Snap je, we hebben maar één Mao. Dus het is wel goed om te zeggen van oké, die uitkomsten die eruit komt, die moeten we kunnen duiden. Maar even belangrijk is dat we die uitkomsten niet alleen adequaat duiden, maar dat we zeggen dat is maar een deel van de oplossing. Dat is een deel van de kennis die je nodig hebt om complexe problemen aan te passen. Je moet dat combineren met andere vorm van kennis. Hè? Wat Mark ook al gaf, domeinkennis combineren met domeinkennis, kennis met de praktijk enzovoort. Ja. Maar er wordt vaak gesproken over een soort van twee werelden. Eigenlijk de publieke wereld en de commerciële wereld. Ja. En dan is de veronderstelling toch vaak wel een beetje dat ze in het bedrijfsleven wat meer kaas hebben gegeten van technologie, data, dan bij de publieke zaak. Is dat iets wat jij kan beamen? En die vraag, ben ook wel benieuwd wat jij vindt, Sunil. Ja, moeilijke vraag. Ik heb er niet echt over nagedacht. Maar wat ik tijdens jouw antwoord over jouw gesprek had ik wel een paar dingen te denken. En een daarvan is de tv-serie Westworld. Ik weet niet of je die hebt gezien. Dat is een science fiction serie over de toekomst, waarin mensen inderdaad, waarin bedrijven misbruik maken van die data, wat je net zei, die gebruikt kunnen worden om de levensverwachting van mensen te kunnen voorspellen. Of ze crimineel gaan worden of niet. En dat speelt wel een best wel een belangrijke rol. Maar teruggaan op jouw andere vraag van, ja, raakvlak met mij. Ik weet eigenlijk niet. Ik weet het antwoord eigenlijk niet. Maar heb je het idee, want Sunil, laat ik dan de vraag aan jou en Mark ook aan jou stellen. Is er een onderscheid tussen hoe publieke organisaties met technologie en data omgaan of hoe commerciële organisaties dat doen? Of is dat een valse tegenstelling die vaak in het debat opgeworpen wordt? Mark, mag ik eventjes bij jou beginnen?
Nou ja, publieke organisaties natuurlijk, zijn natuurlijk heel breed. Hè. Ik kan me zo voorstellen dat als je bij pak een beetje CBS werkt, dat je toch een aardige achtergrond in data hebt. Maar waar het denk ik net even over ging, is op het niveau van bestuurders. En ik denk wel dat het reëel is om te zeggen dat bestuurders in publieke organisaties niet zo vaak een beta-achtergrond hebben. En daarmee misschien iets minder bagage hebben om dit soort dingen goed te interpreteren. Al moet ik wel zeggen dat mijn indruk is, als je kijkt naar mensen die nu afstuderen, ook in de niet-traditionele beta-vakken zie je toch wel dat de geletterdheid in cijfers, hoe noem je dat, gecijferdheid? Ja, ja. Dat die echt wel aan het toenemen is. Dus ik heb wat dat betreft wel goede hoop dat als we pak een beetje 20 jaar verder zijn, dat het voor heel veel mensen veel normaler zal zijn om het soort dingen als Suno net aangeeft op de juiste wijze te interpreteren. Ja, en wat moet er gebeuren, wat zou er kunnen gebeuren om dat te verbeteren van die omgang met data en omgang duiden van data op bestuurlijk niveau, wat naar een hoger plan te tillen? Wat zou jouw suggestie zijn? Ja, dat betekent toch dat, mensen zoals hier aan tafel zitten, inderdaad moeten werken aan hun vermogen. Nou is dat bij deze twee natuurlijk dik in orde, maar ons vermogen om die kennis die wij, onze domeinkennis om maar zo te zeggen, om die explicieter te maken, om dat beter te over het voetlicht te krijgen, hoe je om moet gaan met data. En dat is nou iets waar beta's over het algemeen net weer iets minder sterk in zijn, hè, communicatieve vaardigheden. Dus wat dat betreft zullen die twee werelden meer naar elkaar toe moeten gooien. En dat, daar spelen beide kanten, om het zo te zeggen, een rol in. Ja, ik wil eventjes nog wat vragen uit de virtuele zaal behandelen. Ik zie nu alleen de laatste die binnengekomen is, dus misschien kunnen jullie er even doorheen scrollen. Ah, kijk. Hele technische vraag, maar misschien toch leuk om te doen, Sunil. Waarom mag data niet redundant worden opgeslagen als die ene locatie... Snap jij wat er staat? Eens even kijken, waarom mag data niet redundant worden opgeslagen? Ja, nee, dat is waar. Kijk, wat die vraag impliceert, als je inderdaad... Van Bram van Oosterhout, hè, de mensen zien het ook in de chat, maar een soort RAID-opstelling voldoet toch? Ik snap helemaal niet wat dat betekent, maar jij wel. Nou, RAID, ik weet niet precies wat RAID... Ja, je weet ook wat RAID is. Ja. Ja. Wat is RAID? Want dat ontgaat me even. Het gaat om dataopslagmethode data op te slaan. Ja, kijk, het eerste, ik denk wat hij bedoelt. Kijk, die redundantie is op zich niet altijd slecht, dat zegt hij. Want stel, als je data maar op één plek opslaat en die crasht, dan ben je hem ook kwijt. Mm-hmm. Ja. Dus is het soms ook slim om die data op verschillende plekken te hebben. Maar daar ben ik het mee eens, dat is een bewuste keus. Dat is een bewuste keus dat je zegt van luister, onze systemen zo inrichten dat als de ene crasht, dat we nog altijd een backup hebben. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Wat ik zeg van kijk eens, als je dat bewust doet, is er niks aan de hand. Want dan weet je ook dat je die data op twee plekken hebt. En als je het op de ene plek verandert, dan verander je het ook daarop. Mm-hmm. Waar het om gaat is van dat je vaak heel onbewust diezelfde data op verschillende plaatsen opslaat. En dan is het dat er heel vaak is van dat je het ergens wel update, maar het ergens anders weer vergeet om het te updaten. En daar ontstaat dan die kloof. Dus op het moment, redundantie is prima als je er bewust mee omgaat. Als dat gaandeweg ontstaat en je het eigenlijk niet meer weet waar het precies allemaal opgeslagen is, kijk, dan vraagt het om problemen. Ja, hier nog een vraag die ook gaat om dat op verschillende locaties, maar iets anders, in verschillende eenheden gaat het hier om. Arjan Ruiten vraagt, hoe ga je om met waardes die in verschillende eenheden worden opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de Rijksdriehoek en GPS? Dus je hebt het over de bepaling van een plaats en in de ene dataset is het op de ene manier aangegeven en in de andere dataset op de andere. Kunnen jullie daarop reflecteren? Mau, Sunil? Buiten mij kennis, dus ik denk iets meer voor Sunil. Nou ja, kijk, dat je dat op verschillende manieren representeert, dat is op zich ook niet een probleem, als je maar weet hoe ze met elkaar gerelateerd zijn. Dus
Het gaat er eigenlijk niet zozeer om van hoe je de dingen doet, maar dat je het ze bewust doet en dat je weet wat de relaties tussen die representaties zijn. Dat je ten alle tijde van de ene representatie naar de andere kan gaan, dan is het waardevol. Dus het gaat echt om dat soort linken goed te leggen en in alle bewustzijn om die te doen. Ja. Tenminste, als ik dat met de vraag bedoelt. Doen we nog één vraag en dan gaan we zo meteen afronden. En misschien kan Mark hier antwoord op geven. In de sociale wetenschap, vraagt Henk de Poot, hanteert men de ICC-ESO-marcode om kwaliteit te beschermen. Bestaat er, bij jullie weten, een aanvaarde beroepscode waar beleidsonderzoekers mee werken of kunnen werken? Mark, is dit iets waar jij... Nou, ik weet al wel weer dat RAID een redundant array of independent disks is, maar op dit terrein, voor zover ik weet, bestaat die niet echt en ik vind dat best een heel goed punt. Ik vind best dat we op dat terrein kunnen leren van inderdaad de sociale wetenschappers. Als maatschappelijk werker moet je al jaarlijks punten halen om te laten zien dat je ontwikkelt en up-to-date bent. En ik ben helemaal mee eens dat voor beleidsonderzoekers zoiets zeer waardevol zou zijn. Maar naar mijn weten, we kijken ook even naar Sunil, die een heel groot onderzoeksinstituut leidt, bestaat zoiets niet. Sunil, bestaat niet, zou een toegevoegde waarde zijn en hoe zou het er dan uit moeten komen te zien? Ja, nee, naar mijn weten is er ook niet zoiets van een beroepscode, die is er niet. Kijk, wat we wel doen is dat er wel initiatieven begint te ontstaan. Ik bedoel, kijk, wij hebben natuurlijk ook binnen onze eigen instituut dat wij allemaal richtlijnen gaan opschrijven van luister, als mensen met die data gaan werken, dat wij zeggen van nou ja, dat wij in elk geval wat guidelines geven hoe je ermee om moet gaan. Dus ik ben het met Mark eens dat het goed zou zijn als we inderdaad zo'n code zouden hebben en een aantal van die richtlijnen. Maar het is nog niet uitgekristalliseerd. Nee. Ik wil jullie danken voor de aanwezigheid hier. Mau, jij gaat straks een verhaal houden, hè? Over, ik zeg het even goed, een kwartiertje. Ja. Maak ons even warm, waar ga je het over hebben? Je gaat het hebben over synthetische media, over deepfakes, over... Ik geef je zo een kijkje in mijn keuken, hoe wij digitale mensen maken. En dat is natuurlijk iets wat je niet zo vaak ziet. Hoe we aan de lopende band voor de gek gehouden worden en in de toekomst nog veel meer voor de gek gehouden gaan worden. Ja, en waarom het zo moeilijk is. Het is niet zo makkelijk als mensen denken, dus daar gaat het eigenlijk over. Wat voor data heb je nodig en wat zijn uitdagingen die wij tegenkomen, die niet iedereen aan denkt. Leuk. Maar daar ga ik niet te veel verklappen van nu. Maar... Ik ga je straks uitgebreid introduceren, 11:45. Neem even korte pauze, kop koffie of kop thee erbij. Ik wil jullie heel erg danken voor je betrokkenheid bij dit onderdeel, zo meteen over een kwartiertje verder. En grote dank voor Sunil hier voor zijn verhaal en aanwezigheid in de studio. Mark Vermeer op afstand, dankjewel voor je bijdrage ook vanuit de gemeente Rotterdam. Tot zometeen.